succes, guys. Succes. Daar gaan we. Oké, die Supra start graag, dus liever niet naar achterin. Oh, wat een mooi NPR-logotje. En die koos voor tikjes geven. Ik zou het stilstaan. Oké. Voor en achter bumpers komen. Oh shit, ik heb die remzones en al die fucking kut shit aan. Super kut. Dus dit kan je niet tijdens de race uit. Oh, sorry. Het is oké, man. Ik vind je. Ah, die Ford, jongen. Ford boys! Ford boys! Party boys! Ja, die PLP-update heeft het gedaan. Ik heb geen idee, man. Vandaag is de eerste keer dat ik ermee rijd. Ooit. Ik moest hem ook vandaag kopen. Ik heb hem met Circuit Experience Money heb ik hem opgepikt. Wat heeft hij van PKG gekregen? Lekker. Ja. Het blijkt een groen puntje. Ja, ik ben niet mogelijk op de schade. Ik heb een straf. Hey, maar wel even. Ik zit nog de hele dag tegen mezelf te zeggen, zet die assist uit voor de rest. Het ziet er zo lelijk uit. Nou, het ziet vooral echt heel lelijk uit. Die rode vlak op het asfalt, zeg maar. Dat is echt verschrikkelijk, ja. En die fucking corner markers, die voor gemeten kloppen, die gewoon niet voor mij. Die reed gewoon niet weg volgens mij. Ja, die stond nog stil, ja. Wat doe je nog wel mee? Ja, zie je wel. Maar ja, die was te kunnen binnen. Dat is een beetje aan de kant van de bal. Ik ben hem achter dit zien. Ja. Zo. Thijs zit wel dicht op Koos, hè? Ja, die zit ook echt... We zitten een beetje elkaar het aasje te likken, ja, dan kunnen we gewoon eerlijk vooruit komen. Ford GT bonus. Ja, heel eerlijk, ik ben wel echt blij dat ik een keertje met de Ford GT kan rijden, omdat het niet een baksteen is. Ja, het is vet dat ze mij niet hebben. Dat is heel moeilijk eruit te geven. Weer wat nieuw leven in blazen. Weinig gereisd de afgelopen tijd. Wat is er met schoen aan de hand, joh? Ik heb
En dan zei ik er altijd waar ik het geweest had. Ja, ja, dan is het een bocht. Het is een cheatswerk in de Oh, heb je de cheat cheetah staan? Ikke? Ja, tuurlijk. Cheetah staan. Dat was toch bij die, was het bij die van EU toen, tijdens COVID, dat er eentje, die had een e-sporter ingehuurd om namens hem te rijden tijdens de races. Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, dat heb ik vorig seizoen ook gedaan. Ik weet niet wat de equivalent is van playbacken met de stuur, maar dat is wat ik aan het doen was. En ook die rage script reacties en allemaal gespeeld. Top acteur. Dankjewel. De basis is gelegd bij dit Star Trek filmpje. Zo, die was vet hoor. Ja, die was echt heel vet. Ik denk dat dat echt oprecht een van de vetste dingen is die ik heb gedaan voor GameKings. Ja. Move for next, dankjewel voor die follow, voor de sub bedoel ik. Spannend. Heel voorzichtig. Ja, pas niet met z'n tweeën. Daytona, yeah! Goedenavond. Kijk eens, Slipstream Boys. Komt u hoor, de chief. Ja, alleen als je uit de zin ziet, dan ben je gelijk in de film. Sorry. Ik hoop alleen niet op mijn game. Hij is de pits, man. Weer, ja, weer kreeg. Ah, schade. Ah, kut. Martijn, ja, ik heb het thuis. Die pitsjes. Kijk terug even dan, hè. Hey. Ah, sorry. Een smash. Gewoon wachten aan de zijkant van de baan ook, hè. Gewoon stil. Parkeren. Maar het was wel weird, want ik raakte je heel lichtjes op mijn scherm, maar je vloog er echt af. Ik kon er niet zien. Later wel. Ik zag hem alleen in één keer rechtdoor schieten, zeg maar. Ik ben draft je al naar Coast. Ja, bij jou met wat je vertellen. Ja, dat is ook wel de vraag. Het is Daniel die een e-sport in de midden, welke Daniel? Af. Daniel Luppens. Ja, is dat een kaart van niet? Die race volgens mij niet. Nee, Daniel Luppens. Hoe is de Dutch Viper, Siddo? Ja, redelijk stabiel. Ja, zonder TSJ's is ze niet te rijden. Ja, maar heb ik dus ook met controle. Maar je moet wel echt remmen in een rechte lijn. Want anders ben je hem kwijt. Ja, dat heb ik bij de Ford ook, als de banden 25% zit ofzo. Half van de chief. Ja, half van de penalty. Moet je die op je moet je op de rechtstuk inleveren, of niet? Ja. Ja, ja, dat is echt dramatisch. Ja, vlak af ben ik zo. Ja, dan verlies je zoveel tijd. Als je twee rondjes gaat zetten. Ja, nu moet ik alle races met de Ford. Je mag niet van de auto wisselen. Je mag één keer een auto kiezen en daar moet je mee
mee rijden, zodat je niet voor elke baan zeg maar de meta kan pakken. Zodat we ook niet elke race met dezelfde auto. Lijkt op dat die Ford wel een redelijke keuze is voor het seizoen. Ja man, ja, althans, op deze baan zeker. Ben je zo vast niet? Oh, kut. Wat is het? Ik was ook blij met die STI hoor. Cool. Ja, ik heb flikkeld alles. Motor nog heel? Nee. Wie? Ja, dit trekt als een man naar links. Wat lekker pitten. Oh, dit kut. Wat zonde. Enjoy, goeie avond. Kijk, hier komt de eerste uit de VIA in. Zo zwaar het hebben ze. Doe maar voor passen, ik ben hartstikke langzaam. Ik weet het, we zitten al een tijd. Geit. Af en toe ga ik best wel goed. Zeker. Ja, je gaat altijd wel goed. Maar ja, dat zijn makkelijke inkoppers die ik niet kan laten liggen natuurlijk. Hè? Oh, nee, dat is goed. Ja, ik ben altijd pas halverwege, dus ik was een beetje verslikking gereden. Ja, en toen ging het. Ja, dat is. Rechtsaf bij die eerste bos in plaats van. Ja, je moet wel links. Heb je 7,5 seconden? Ja, ik wou het zeggen. Nee, helemaal niks. Ja, ja, ik moet zeggen, ik had dat ook kort tijdens het oefenen, dat ik daar een keertje rechtdoor schoot. Wat is jouw paarse tijd, Chief? Want ik hoop ik heb hem precies exact hetzelfde verleden. 1,6,7,9. Exact hetzelfde. Wow. Ik zat het te kijken. Ja, ik heb die tijd erin. Ga je 47 punt. Dat is een harde bal. Dat is een harde bal. Maar als Koos geen foutjes maakt, dan... De snelheid van de 40 is bezig, dat is nooit goed. Komt er erbij, dus... Hey, als jij 1,46,97 kan rijden, dan niet. Want dan... Volgens mij was het ook eenmalig groter. Het is gewoon een beetje groot. Nou ja, meer pk's is toch weer hetzelfde met de BOP-tech, toch weer gelijk. Nee, want dan hebben ze zeg maar de BOP aangepast. Oh, zo. Dus de BOP meer snelheid wordt. Want ik zag er niet in de patch notes staan.
Nee, dat vond ik ook heel weird. Maar ik zag het puur op Reddit en zo voorbij komen. Oh. In de band. 24 uur? Oh my god, met hoeveel drivers? Dit 24 uur. Zachter gezet, zodat jullie ook dan de voice chat kunnen horen. En ik trouwens ook. Welke band rijden dan al, coach? Harderband. Ja. Waarom vertel ik dit aan je? Omdat we dezelfde auto hebben. Ja, we zijn niet hetzelfde team. Oh, we konden het er ook zien. Nee, ik ga ja, als je oplet wel, ja. Dan kan je het vaak nog even zien. Maar... als je het hebt gemist, dan heb je het gemist. Even bedankt voor de tijd. Graag gedaan, jongen. Alsof jij het niet al helemaal uitgedokterd hebt wat het moet zijn. Bij de volgende set is wel helemaal. Toen had ik twee stappen in gedaan. Bedankt voor de 7 keer wat, zeg maar. Ik had vanmorgen helemaal een 3-stopper uitgepland voor de laatste stint op zondag. Oh. Mag nog steeds. We zaten eigenlijk de grot in, coach, omdat anders het eigenlijk 5 zou zijn. 5? Daar zaten wij op de grot, ja. Ik had 4 gedaan. En toen werd het bij 8 al wel iffy. En 8 was een beetje target. En nu kon je er... ja, ik kon er letterlijk 16 rondes mee doen nu. Maar dan was hij echt helemaal kapot. Dan ging elke bocht mis, zeg maar. Op 5 konden wij net geen 8. Ja, daarom is te weinig. Maar laten we dit even evalueren gewoon, want dit is gewoon even een nieuwe setting. Want nu is het vuur natuurlijk helemaal geen factor, op zich ook wel relaxed. Ja, bij anderhalf uur dus wel. Maar ja, dat weet ik dus niet, want als die op 1 staat, is het dan pas niet op, snel, dat joh. Niet werkt. Jawel. Kijk, ik heb nog altijd zulke lange races gedaan, dus misschien is dat wel aan mij ligt. Ja, je moet sowieso stoppen, hè, dus... Ja, kijk, je moet verbanden sowieso stoppen. Ik denk dat je dan niet een uur in de pit staat. Nee, dat klopt. Ik denk dat dit wel heel lang altijd. Ja, super bruut circuit, man. Daarom wilden we hem ook doen. Maar de anderen zijn ook wel vet, hoor. Watkins Glen is gaaf, Laguna Seca is gaaf, Crown Mountain is cool. Laguna Seca vind ik heel vet. Watkins Glen echt bijna nooit op gereden, dus voor mij gaat het redelijk nieuw zijn. Is er snowy aan de hand? Ja, het last van zijn rug. Ja, het last van zijn rug en hij ging het toch proberen. Oh, hij heeft andere strappen. Hij rijdt gewoon met de automatische deur is. Dan blijf je straf houden. Ik heb pech gehad, joh. Ik heb op de eerste bocht maakte ik tekort. Ik rijd de hele sandbag. Oh, dat heb ik ook gehad tijdens het oefenen, man. Oh, ja. Thijs. Ja, dus ik rijd de hele rondje met een kapotte motor. Ja, shit. Nou, moet je naar binnen, want anders het wordt niet vanzelf gemaakt. Ga ik nu. Kost je wel een berg tijd, dus dat. Oh, I know. Maar zo rijden kost het meer. Coach, waarom ben jij naar binnen gegaan? Waar jouw softs zijn? Nou, ik zag het punt vanaf waarop de mediums echt onbruikbaar waren. En dat begon ik te naderen met die softs. Ah. En dat risico wilde ik echt niet lopen. Ik merk dat die mediums echt best wel lang meegaan. Dus het verbaast mij dat je zo goed naar binnen moest. Ja. Ik denk, mediums kan je echt competitief 16 ronden rijden. Je levert helemaal niet zoveel tijd in, maar de drop-off is echt heel hard. En dan, weet je ook meteen van, dan moet je naar binnen. Oh, tot nu toe zit ik nog steeds in de 47. Ja, ik wou het zeggen, de tijden blijven echt heel lang goed nog. Wat volgens mij ook sinds die update is, want ik kan eigenlijk niet van het voortseizoen. Ja, klopt. Meestal, was het geleidelijk. Een aantal rondjes, dat...
Ja. Klopt, ja. Dat had ik ook vanmiddag. Daarom durfde ik het toch wel aan met die SOS, weet je wel. Ja. Maar, eerlijk, achteraf gezien, had ik op medium gestart alsnog. Mooi, hè? Ja, dat is altijd achteraf genomen natuurlijk. Ik had tijdens het oefenen nog niet gereden op de soft. Ik heb eigenlijk alleen maar met plannen 1070 getest. Dan zijn de soft niet eens een optie. Ja, het spijt me dat ik zo laat was met die show, maar ik had er echt geen tijd voor. Het was voor iedereen laat, dus dan is het ook wel echt grappig. Serieus. Ja, ik kwam ook letterlijk pas achter, weet je wel. Toen Vinci het zei, toen had ik natuurlijk al wel een ding, maar ja, wat ik al zei, geen haat, maar je overdrijft nog wel vaak. En niemand anders zei wat, dus ik had zoiets van, oké, dat zal het wel zo zijn. Ja, Matthijs, ik zat over te discussiëren en ik zou een bericht schrijven, maar ik was terug naar het werk. En toen kwam Vinci mee, dat is wel later maar. Ja, nou, als jullie hadden gezegd, het is zo, dan had ik iets meer reuring aangeven. Ja, Google stopt met Stadia. Dat is echt nieuws wat niemand zag aankomen. Nee, de verrassing van de eeuw. Spannend. Ja, wel zonde, want de techniek was wel echt heel goed. Alleen, hun hele businessmodel sloeg nergens op en het was super verwarrend voor iedereen ook. Ja, ik denk dat nu Stadia verkabeld werkt, dat die shit echt super goed werkt. En ik heb hem pas sinds december vorig jaar, dus gratis Chromecast, gratis controller en... Ja, want die controller kan je gewoon op PC gebruiken, hoor. Ja, eigenlijk zit echt een hele chip controller. Ja, is het ook. Met die actie van Cyberpunk, zeg. Ja, ik heb uiteindelijk Cyberpunk 50% korting nog gekocht, dus... Ja, dus ik overdrijf van mij. Klopt, Vince, maar dat weet ik. Dat duur ik hier niet. Je mag me inhalen. Dat weet ik. Oh, het is alweer over. Dit was geen halve seconde. Maar het was wel goed. Ja, mag het met die meetings die bijna op zijn. Mij ook bijna. Hoor. Ja, dat kan je dan net wel even, misschien wel even wat doen. Yes. In de eerste ronde had je wel schade. Nee, in de eerste. Ik had bij de start, maar ik ging toen in ronde 3 of zo naar binnen, omdat ik dan een gat in jou had. Wie bleef bij de start stilstaan? Was dat... Stuf. Het was Stuf, ja. En knalde ik bovenop. Ja. Ik knalde daar wat. Oh, sorry. Wauw. Sorry. Mediums zijn er aan, maar ik wil nog niet pitten. Ik wil eigenlijk eens op de pitten. Nog eentje dan. Zal ik dit doen? Ja, dat is het, ik. Ja, ik heb het zo laat, want je zegt, ga ik dit doen? Ik moet nu gaan kijken. Ja. Ik twijfel echt over mij. Ja. Ik twijfel ook niet. Echt, ik wacht, jij ging remmen. Echt, ik vind die roast hier altijd, die zijn wel echt verhoogd niveau. Ik zit binnen bij jou. Hè. Oh. Lekker boemen. Oh nee, ik moet gewoon remmen. Oh, ik pak hem! Ja, had echt net, hoe dan? Loodcels, jongen. Loodcel. Meta. Ja, wat? Ik heb geen keer laten. Ik ben er nog niet. De avond dat ik ermee rijd, maar ik vind het echt wel super fijn. Het is anders, hè? Het is een baas van de blokje. In plaats van. Nou ja, hij is. Ik ben nog niet sneller, hoor.
Foppa 2 jaar alweer. What's up, Blast? De 2 jaar gewoon. Dankjewel, jongen. Zeg eerlijk. Dat maakt je een beetje boos dat ik dit shirt aan heb, hè? Zeg maar eerlijk. Zou je nu weten welke shirt heb je aankoos? Lewis Hamilton. Dat is een mooie lap voor. Ik wil het zeggen. Boost! Boost wordt hij! Ik hoop dat het niet zo blijft, want dat mag zo wel. Oh, 7 jaar lang. Ik hoorde hem niet over zichzelf horen, jaren geleden. Het heeft wel zaden, de chief. Ga door. Ik heb ineens een goed oké. Die staan met z'n goede vingers, best. Wat is dat in de banden, joh? Daar is altijd mis gebeurd. Ik ben aan de banden, ligt aan de chauffeur. Dat is zo in de voor, hè. Dichterbij, man. Ja, het is hetzelfde auto, dus het ligt van jou niet op. Force is strong, het zal mijn kleur, ja. Ik denk, je gaat het hetzelfde doen, hè? Nee, ik denk niet eerder nu. Too bad. Dit is een schonare bocht, die heb ik. Die nam ik eerst veel anders volgens mij. Als misschien doe ik dat wel, pik! Hè? Heb je daar alles over nagedacht? Ja, maar dat doet Lewis ook altijd. Ja, maar die zegt er niet bij dat hij liegt. Snap je? Born on my tired are gone. Ja. Ik ben dat paarse. Nee, maar oprecht, ik denk niet dat dit dat gaat worden. Ik had het wel verwacht om heel eerlijk te zijn. Ja, ligt nu. Het stopt duurt zo lang. Ja, heb ik daar nog van? Ja. Wat is weer? Dat kaartje waren jullie mij voorbij. Ja, maar jij snijdt een heel stuk af, hè? Ja, dat is waar. Jouw hondje is echt een seconde. Nee, ik heb echt fout gemaakt door op medium of door op softs te beginnen. Want op deze hard ben je zoveel langzamer. Ja, dat was mijn gok inderdaad, dat jullie mij niet zouden undercutten daarmee. Nee, dat was ook echt onmogelijk. Op een gegeven moment liepen jullie 1,5 seconde per rondje uit ofzo. Ja, ik reed tot op het eind van nog 47ers. Dus, ja, maar dankzij die dropper valt echt reuze mee. Je kan echt vlak voordat hij kapot gaat, kan je nog nieuwe recordtijden rijden. Ja. Maar ik heb wel het idee dat de banden nu wat realistischer zijn. Ik heb nu wel echt meer van, het maakt meer uit welke je kiest. En dat was daarvoor helemaal niet. Nee, want ze hebben nu, die tire degradation heeft dus nu wel realistischer gemaakt, volgens mij. Ja, maar echt, voorheen was er echt geen enkele reden om soft te nemen. We zijn marginaal sneller dan medium. En dan vervolgens moest je een uur in de pit stil gaan staan om weer met je ballen te halen. Ja, maar dan, je had er echt niks aan. Hoeveel rondje kan je op soft dan? Ik kon er net. Ja, ik ben naar binnen gegaan, niet omdat ze op waren, maar ik wilde niet het risico lopen. Ik ben bij 8 naar binnen gegaan. Ik ben hard dan. En ik heb medium gedaan. Ik heb er net 15 op medium gedaan. Ja, ik rijd nu 16 en dat is te veel van de Remy en dan is het 3000. Ik
zacht. Ik heb zo'n penalty smash. Vandaag nog geen medium. Geen zin om dive on te doen nu. Was ook niet van plan. Ik zag je best wel links gaan. Ja, ik mag wel kijken toch? Ja, ik heb me zo fout. Ik ben gewoon zo fout. Je is zo bang dat ik een foutje maak in die eerste bocht, maar als je daar in die banden belandt. Dan... Ik ben gewoon al twee keer tegen die bandstaap aan de binnenkant gereden. Dat voel je echt mogol, ja. Jongen. Maar... Het is heel moeilijk in te schatten wanneer je die bumpercam rijdt. Oh. Denk ik, snij hem scherp aan, maar... Die autotap-camera, die vind ik veel chiller. Ja, die heb ik een beetje zien waar mijn auto is. Dan hoef ik in ieder geval meer gevoel in mijn auto, zo meteen. Ja, cockpitcam is bij deze Ford GT absoluut geen... Volgens mij is... Geen mogelijkheid. We zijn er. Je ziet er bijna niks. Het lijkt me wel lachen als je zou kunnen forceren dat iedereen die cockpitcam zou moeten doen. Nee. Volgens mij kon dat bij GT Sport. Maar waarschijnlijk wel. Maar ook bij die Le Mans auto en deze Ford GT auto, je zag gewoon geen reep meer. Nee, je ziet helemaal niks. Maar voor een sprintrace of zo is dat wel wachten. Oh ja, zeker. Of als je die Formule 1 auto gaat rijden of zo. Formule 1 auto doe ik altijd, althans met F1 22 altijd. Hoor je daar met die TV-cam ook meer ziet van de baan? Ja, zeker, maar ja, dat vind ik gewoon niet cool. Voelt een beetje als cheaten, zeg maar. Ja. Want bij Formule 1 heb je daar ook nog eens echt een groot voordeel aan. Ja, het is voor niks dat de e-sports staan te rijden. Ja. Ja, ik vind dat raar. Vooral bij e-sports. Kom op, man. Ja, ik vind het sowieso raar bij e-sports dat ze maar 25% Grand Prix doen. En dat is 50%. En dan kunnen ze al elkaar raken, of is het nog steeds met ghosting? Nee, volgens mij kunnen ze elkaar gewoon raken. Oh, want er waren ook leaks waarbij je gewoon ghosting had. Ja, wat is dat nou weer? Ja, dat is inhalen sokkenkunst. Ik ben er wel uit, dat wordt een twee stoppen voor mij. Ja, nee. Jij was mes. Eén tom foutje en dan meteen. Een half uur bezig om te repareren. De hele tijd penalty thuis. Ja, dat spreek ik ook wel eens. Ja, precies wel. Die wel een tekstje. Moet ik zien wat uit heel dicht bij me komen, kusje geven en in één keer is die ghost. Ik vind wel door met heavy damage te rijden dat je beter aan het rijden bent. Want ik had vroeger speelde ik geen risico nemen. Die Formule 1 is altijd een single player, maar dan kon je gewoon die rewind functies erbij. Dat maak je zo lui dat je gewoon aan. Ja, precies. Helemaal mee eens. Maar daarom hebben we het ook aan, weet je wel. Van, ja, wees gewoon voorzichtig. Want als je iemand anders raakt of jezelf, of je jezelf ermee hebt, ja, je race het er bijna op, weet je wel. We zijn al over de helft, jongens. Ja, het gaat best hard. Het gaat net 237 op dit moment. 250, 255. Even kijken wat het opsnelheid. Ja, 270 net of zoiets. Fuck, bij mij 30 met per uur, nee. Wat een gras, jongen. Ja, echt. Ja, maar dat is ook realistisch. Ja, zeker. Hoe kom je überhaupt op het gras? Ja. Nou, ik zei van gras af. Maar ik ben hier ook wel eens op het gras beland, hoor. En bocht 2. Als je net met je linker achterbandje erop kunt glijden, zeg maar. Ja, daar. Drama, joh.
vooral met die AMG. Blijft die ja, nou ja, daarom rijden. Ah, topsnelheid, 82. Ja, dat haalde ik echt een stuk. Inderdaad. Wat ik hem. Lijkt net bestuurd niet meer over. Nou, ja. Hebben wij dezelfde voor het GT? Hebben wij dezelfde voor het GT? Ja. Nice. Ja, er waren er drie, maar ik vond deze gewoon de mooiste om heel erg te zijn. En ik rijd denk ik feest van deze weg. Yo, what's up aan de koek? Oh, special man! Ja, wat is dat nou? Hoe zat er onlangs? Ja. En de weg hield op, hè, voor mij. Dus, ja. Met die Chicago hier in de zomer rijden, dus ik niet wist dat het land. Ruimte niet te halen bij Chicago. Hey, ik ga zo hard in. Ik zie het. Matthijs is zo smerig, jongen. Hij zit al de hele tijd achter me aan. Oh, bumperklever. Je hoeft alleen maar een laatste pointje achter voor te zetten. Ja, ik vind het heel vervelend. Ik ga de politie bellen. Zijn kusje, jongen. Ik ga even er voorbij laten. Dingen in. Ik zie die ook gewoon als één auto op de baan, zeg maar. Ik merk wel dat ik het meest getest heb op die harde banden, want ik ga hier harder mee dan op de nu. Echt? Of in ieder geval, het is gewoon dezelfde tijd eigenlijk. Ga je echt zoveel langzamer hiermee? Ja, nog steeds 1,47 is. Ik krijg 1,48 is nu. 1,46 eigenlijk. Mediums. Nee, shot. Dat is eigenlijk best raar. Nee, ik start op mediums. Veranderen van compound en ik vind hard echt druk. Dus ik moet zo nog kinderen binnen. Nee, ik rij je nu al op sinds de 6. Het zijn nu halve weken. Dus ik moet sowieso nog. Ik weet niet of die 15 rondjes nog gaat uitrijden. Op welke? Op de hards. Ja, ze zijn nu half. Ik ga er vanaf de 6 op. Oeh, dat wordt wel. Ja, dat was ook. Je had ook nog een keer. Ja, weet je wel. Nu moet ik de juist helemaal kansloos. Maar goed hoor. Oh, dit is het naast. Ja, ik zat daar, ja. Ik zat al eens, Jezus, ik moest al om je heen dansen. Ik had helemaal niet in de gaten, joh. Je moet een toeterfunctie inbouwen. Ja. Er zit een toeterfunctie in nu, alleen hij heeft alleen de straathouder die toeter. Ja, boe. Dat is allemaal gewicht. Ik wil toeteren. Ik wil gewoon toeteren. Ja. Een hele blije toeter. Dat was een van de goede updates, vind ik.
Ja, ik merk dat dit altijd wel langs een beetje op zijn. Een AliExpress. Waar rij je in zitten? De Dodge. Ah, ja. Ik heb echt wat entertainment nodig om misschien mijn focus kwijt te raken. Een kleine fout zou maken. Heel goed. Want val jij maar lekker in slaap. Heb je rode wijn misschien erbij? Een paslijke rode wijn, dan val je lekker in slaap. De prijs is die pins op een bier. Wow, 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 wow. Draadjes? P3 bedoel je? P3 meteen. Geen stress, het is tijd. Want is ook een puntje? Stress, tijd. Nou toch? Ja. Het was de zomer wel niet. Maar het is niet meer. Ja, dat was de beste kant ook. Ja, dat taartje. Zo, de druppel van deze factuur met zon. Eén rondje, je ziet nog een krimpen. Dat is niet grappig. Dat is een beetje zacht. Dat je gewoon je band om je verhaal niet. Dan moet je 4 rondjes nog volhouden. Ja, ik moet wel zeggen, die soft ben ik wel heel erg over te spreken, zeg. Gaat lekker, man. Dan heb je gewoon grip, zeg maar. Ja, ook niet verkeerd, maar gewoon, weet je, het is eigenlijk een useful tire, gewoon. Oh, fuck. Jammer. Maar zo gek is jouw strategie nog niet misschien, Koos. Hoe ver zit jij nu van Matthijs af? Kan ik niet zien. Kan ik niet zien. 15 plus. Ah, oké. Okay. Je moet ergens beginnen, Taak. Je moet ergens beginnen, man. Dat ben ik ook begonnen. Zoals je ziet, daar train ik ook mee. Dat is wel een penalty. Snel, geef hem even tikkie. Oh, dat scheelt er niks met de banden staan. In de kou. Ja, ik zie het. Ik zal geen dive bomb doen. Sinds mijn pitstop 10 rondjes geleden, alleen maar 1,47 is geworden. Ja, dan heb je wel een penalty. Ja, want ik zat in de binnenkant, dus ik kan nooit goed opleiden.
Ja, ik gaf het op genoeg ruimte voor je spelen, toch? Ja, nee, maar dan zit je naar binnen en lijkt het. Wil je van buiten dan naar binnen en dan pak je ook naar rechts niet pakken. On your right. Ik ben bijna stil, kom ik ervoor. Iets te ver doorgegaan. Ze durfde ik niet, man. 10% rechtsachter. Nee, dat moet je nu ook echt niet doen. Nee, want dan lig je in één keer laatst, hoor. Ja. Dat is echt een drama. Ja, dat hebben wij uit, dat hebben wij goed. Ik heb de harde niet uitgevonden tijdens de... Dat is echt, dat, ja. Dat hebben echt vaak gezien. Ook gewoon niet eens meer rechtdoor rijden, man. Maar een beetje op je gas ging dan. Stond achter te horen. Ja, sturing zeker niet. Kost gewoon 12 seconden. Andere banden. Valt op zich nog mee, hè? Dat valt reuze mee, eigenlijk. Goed te denken. De pitstop lijkt heel lang te duren, maar je snijdt zo'n stuk af dat je ook weer heel veel terugpakt. Ja, dat is op zich wel nice. En je kan gewoon full speed die gids inrijden, dat ook zo is. Geen rondje, dan ga ik voor softs. Ik heb er 10% over op mijn hart. Klapband. Ja, als je remt, hij klapt dan. Ik neem even de fiets. Ja, is dat een ding? In, ja, dat je remt, maar dan remt je. Ik zat te rekenen van je hebt 21 rondes per harde banden, ga ik als rest in de theorie precies te hebben. Ik zie jou denk ik maar 5 seconden naar 18 seconden moeten namen. Ja, 8. Ah, ik heb toch banden halen. Dat is wel uit. Je weet maar nooit of we nog een damage rijden. In principe. Nee, mis.
oude zoontje die hangt uit van uit zijn bed. Oh. Een klap, jongen. Ja. Maar papa moet nog een paar rondjes. Even wachten, hoor. Ja, papa moet nog even 7 rondjes. Oh, mijn vrouw wordt het wel leuk, jongen. Papa niet meer geven. Ik was de vorige keer voor een split race van 8 rondjes. Theo, wat even was nog bezig, 45 minuten of zo. En toen zei ik echt nog, toen ik begon bij racen, na 5 minuutjes wat ik op dat man even nog een boekje voor deze. Ik zat er 45 minuten af dit al te racen. Serieus, hè? Ik vond... Mijn hartslag gaat omhoog tijdens de moeilijke bochten. Makes sense. Met bocht 1. Nee, bocht 1 juist niet. Oh. Even water. Die vind ik echt heerlijk. Ik remde eigenlijk steeds maar iets te vroeg, omdat ik gewoon niet daar rechtdoor wil gaan. 7,5 seconden. Dat is het zakken van 20 seconden. Hey, mannetje hoor. Dit zou perfect zijn. Want ik krijg 42,8 in. Kijk, ik wil eens even kan mee rijden. Wat soort banden rijden? Nieuwe softs. Ja, als je sneller bent, moet je haar laten weten, dan laat ik je niet voorbij. Nee, dat, ik ga van even niet. Nou, die softbanden zijn echt snel, hoor. Ja, het scheelt maar echt 17 of zo. Ik heb vond natuurlijk een beetje 46 is gaan rijden. Ik kon Verbindsberg niet bijhouden. En ik had gloednieuwe mediums. Ik denk dat je ongeveer een tiende per ronde uitreed of zo? Uitliep? Ja, zoiets. Voor mij zat ik op 2,6 of zo op een gegeven moment en dan werd het 3,3. In de pit gaan. Ja, zoiets, joh. Anders werd mijn smash een beetje cool. Vooral aan, dankjewel voor de follow. Ik aan de binnenkant van de busstop deklimmers. De binnenste keer op second. Nee, ja. Speer het eens uit, zou ik zeggen. Ja, laat het ons weten. Ik test het net al uit en ik zat op 4 van de hoek. Dat was trouwens ook niet sneller, hoor. Want dan zit je met 4 van op de gras. Knap hoe vaak ik deze bocht verneuk. Het is insanity. Geen binnenbocht. Ja. Op die infield kom je dichterbij door je zachte banden, Ciro, maar dan uiteindelijk op de rechte stukken heeft hij voor mij gewoon net het meest snel. Ja. Het is echt eindsangstregulaire pak ik je ook wel. Daarna trek je wel weg. Ja.
Joey! Ik heb moeite met hem, man. Wat een partij. Ik was heel blij met mijn pakje. Voor ja, goede 30 kilo of zo. Was ik heel blij mee, tot nu. Dus ik heb afgelast van die momenten dat ik gewoon flink last heb van mijn rug. En dan ziet hij eruit. Dan mis ik mijn rempen. Dat is het probleem. Hey, ik bedoel, wat ben jij de snelste tijd dan? Oh, hou eens van mij. Ja. Moet je nagaan, hè? Die met pijn in zijn rug. Maar het is vervelend. Pijn in je rug is vervelend, man. Ja, het is echt niet leuk. Nee. Maar wel respect voor je dan wel mee. Ja. Ja, ik kan me echt geven, volgens mij, dat is het moeilijk mee. Dat is waar. Hij gaat niet gaan, als was gestopt. Ja, maar heb je in ieder geval meegedaan. Ja, precies. Ja, daar kwamen twee fouten in ieder geval vandaan. Ik denk dat ik mis toch gewoon mijn complete rempunt. Ja. Ja, dat heb ik niet. En het is een concentratie, hè? 35 puntjes is niet niks. Ja, ik heb dat nu in ieder geval allemaal open gedaan. Ja? Nah, die was sick, man. Die was echt zo fucking sick. Ja, die was echt sick. En ik dank Robert echt dat hij twee keer een leider uit de race rijdt, terwijl hij 8 rondjes achter loopt. Dat was even een stukje gas. Ga helemaal voor je, bent sneller. Wat is hij nou eigenlijk? Hij zou het ook mee doen. Nee, hij kan niet op donderdag. Oh, shit. Ja, jammer. Ja, joh, met die Ferrari heb je toch... Ik zweer het, ja, hij had gewoon nog steeds een Ferrari gekozen. Ik zweer het. Niet jinxen, Taart, niet jinxen. Je moest er echt voor en aan voor jou, jongen. Ah, hang een penalty door. Ja, ik was blij dat je dat deed. Of misschien ik in een seconde dat je... Ja, ik heb zitten er voorbij gelaten. Nooit doen. Liever dat hij voor doen. Mij rijdt dan. Het stapje. En ik ga met hem mee. Ja. Ik heb toch 12 seconden op mijn tijd. Dus ik lever liever wat in, maar dat ik niet geloof dat iemand me dadelijk van achter. Want ik moet van eerder rennen. Want die oude hart is niet heel lang te strijden zijn. Waarom is nou weer een seconde straf? Oh, die bocht voor de oval ligt aan de binnenkant van de weg. Zo. Een seconde straf scheelt van 100 km per uur. Daar gaan we bij 5 seconden mee, wat dat veel. Ja, snel. Toen won ik wel maar schiet. Maar god, dat was toch je mag daar echt niet over opscheppen, man. En dan mij ook nog gaan fucking taggen. Smeer dan, kijk eens schaamte. Ik ging uiteindelijk 25 gaan bij een van de rechte stuk. En Matthijs is slik niet 3 keer. Maar je lag wel voorop toen ik die penalty had, dus op zich, je was aan het winnen. Ik had je waarschijnlijk wel gepakt, maar alsnog. Met mijn papbenen. Lekker om te kom echt precies uit met mijn bandenstrategie, dat is wel nice. Ja, dan snap je waarom mijn softe fout was. Ja. Nee. Ze moet netjes uit. Nee, die softband heeft echt de nek omgedraaid.
Wel een hele goede start daardoor. Alles qua pace ligt in deze Supra en jullie Ford GT wel gelijk. Ik kwam niet dichterbij en jullie komen hier ook niet echt dichterbij. Ik reed toen op de softband, hè? Ja. Ik had meer. Ja, Matthijs kan niet rijden. Ja, maar Matthijs kan niet rijden. Kijk eens hoe dichterbij ik kom. Hij ging op oude harenband, ja, op soft. Ja, nou, ik heb een extra stop gehad. Ik ga niet op soft, ik ga op mediums. Oh. Ja, hij was op soft begonnen. Ja. Dat was de fout. Ik had niet op soft moeten beginnen. Als ik op medium was begonnen, had ik ook gewoon één stop kunnen doen. Nou, met de brief met de restop. Laatste rondje, probeer ik niet in 47 seconden te pakken. Maar vinden ze ook nog wat. Maar, ja, het zal het op. Op die hard ging 1,49 vrij. Je rijdt 1,45, 1,46 plank. Jezus, 1,45, 3,5. Nice. Lekker man. Heb je schadesmes? Yep. Al de halve race. Maar we staat ook maar net in schat is het water naar binnen te gaan. Hè? De stop duurt echt niet lang hoor, ik zou het nu niet meer doen, maar... Nee? Nou, we kunnen nog even stof zonder gooien. Denk je dat veel verschil zou maken eerder gezegd, maar... Doordat je niet hoeft te tanken, zijn die pitstops wel een stuk sneller. Op zich wel lekker. Nou ja, ik vind het wel leuk als er een fueling-strategie aan te pas komt, maar... Met anderhalf uur racen, dan moet ik sowieso tanken. Ik heb nu nog 5 rondjes. Niet gek. Wat is dit, Alertje? Ja, je zei dat ik zou winnen. Het is eigenlijk... Lap 3 al? Nee, rechts aan de laps. Lap 35. Ja, balen, had meer ingezeten. Balen. Blij met de ding. Nou, volgens spannend is mijn smash hier. Hey hoor. Nee hoor, tijd voor mij. Oh, dat is een kapot. Ja, ik zat er aan het eind op te rijden, maar het is wel heel dom natuurlijk. Hè? Oh shit. Ja, what the fuck. Oh, we moeten die settings nog aanpassen, dat je nog in ieder geval 180 seconden door kan rijden. Ik ga het niet.